Renault Antwerpen. De auto's van stad. Van een echte overname kan je trouwens niet echt spreken, aangezien het enkel gaat over de verkoop van de aandelen van Gunter Hofmans. En die beheert de NV Antwerp. De spelers, de gronden, het stamnummer en ook de schulden behoren toe aan de VZW Antwerp. Om te spreken van een overname van Antwerp moet dus eerst een akkoord worden gevonden met de vele schuldeisers. Intussen laat Gunter Hofmans weten te zullen blijven wachten tot het door de graven overgeschreven geld ook effectief op de rekening staat. Maar dat zou dus nog even kunnen duren. Mantra, het bedrijf dat de graven vertegenwoordigt, laat weten zich niet te laten opjagen door deadlines en dat na 31 januari, na het afsluiten van de transfermarkt, nog wel spelers zonder ploeg kunnen worden aangetrokken.